Hoi, welkom bij ons kidsvlog. Ik ben Hugo. En ik ben Deva. En soms moet je slapen in het ziekenhuis. Dan kom je misschien hier wel binnen. In deze vlog gaan we laten zien wat er gebeurt. Gaan jullie mee? Kijk, als jullie in het ziekenhuis worden opgenomen, dan kom je op zo'n kamer en dit is dan je bed. Dan mag je zitten. Weet je wat je hier allemaal hebt op je kamer? Kijk eens, een televisie. Je mag hier televisie kijken. Een lammetje. En een lammetje. En dat? Dit? Ja, weet je waarvoor dat is? Ja. Zal ik het even uitleggen? Moet je op het oranje knopje drukken. Als je op dat knopje drukt, dan komt de zuster. Inderdaad. En dan kan je iets vragen. Ja, en wat kan je bijvoorbeeld vragen dan? Ik heb honger. Kan je de tv voor me aanzetten? Of nou, dat kan je zelf, hè? Want je hebt een afstandsbediening, dus daar hoef je me niet voor te bellen. Afstandsbediening ligt ergens anders waar je niet bij kan. Dat is waar. En zien jullie die groene stoel? En als hij niet weet waar... Weet je wat dat is? Nee. Nou, als je die helemaal uittrekt, wordt het een bed. Doe eens. En, nee, dat gaan we nu niet doen. En daar kan een mama of een papa slapen. Heb je ook een eigen wc? Je hebt zeker een eigen wc. Je hebt zelfs een hele eigen badkamer. Kijk. Kan je dan hier ook in het bad? Of? In de douche, en de wc en de wastafel. Maar dit begrijp ik niet. Waarom staan er niet glas voor? Waarom zou er glas voor moeten staan? Anders valt het water de wc in. Oh, maar dat geeft niet. Dan kan de wc wel tegen. Het wordt hier wel een beetje nat. Maar dat wordt weer droog gemaakt. Ben je hier dan altijd? Nee, ik ben hier niet altijd. Ik ben er nu overdag, maar vanavond komt er weer iemand anders. En 's nachts is er weer iemand anders. En als ik vrij ben, zijn er weer die andere mensen. Je ziet heel veel verschillende verpleegkundigen. Ja. Nou, daar ga ik nu. En er komt er straks iemand langs met een kar met eten. En dan kan je kiezen wat je wil. Goed? Ja. Ja? Oké. Okay. Dag. Ik kom kijken wat jullie willen eten. En we hebben een hele mooie broodwagen op de gang. En dan vind ik het wel leuk als jullie meelopen naar de gang om te kijken wat jullie willen uitzoeken. Gaan jullie mee? Ja. Nou, wat willen jullie eten? Jullie mogen uitkiezen. We hebben brood. Kijk, zit in deze la. Witte boterhammen, krentenboterhammen. Of krekkertje, fruit, een appel. Ik ben allergisch voor fruit. Heb je ook patatjes? Patatjes? Nee, die hebben we niet bij het ontbijt en ook niet bij de lunch. Maar heel af en toe, 's avonds hebben we ze wel. Ja. Nemen we het ontbijt lekker mee. En dan gaan we naar de kamer en gaan we daar een plekje zoeken waar jullie het op kunnen eten. Goed? Kijk eens, en dan kan je lekker je broodje smeren. Maak ik nog even je kaas open. Mag ik het er zelf op plakken? Dan mag je het er zelf op plakken, ja. Heel goed. Nou, dan kunnen jullie lekker gaan eten, alsjeblieft. En tot vanmiddag weer. Doei! Goedemorgen, Deva en Hugo. Soms als je ziek bent, lig je opgenomen in het ziekenhuis. Dan blijf je 1 of 2 nachtjes, of soms meerdere nachtjes, slapen in het ziekenhuis. Ja, en mama ligt dan of papa ligt dan op het andere bed ernaast. En de dokters komen dan elke ochtend langs of je je al wat beter voelt of niet. En daarna onderzoeken we, dan luisteren we naar je hart en je longen en je buik. En kijken of je al wat beter geworden bent. En als we dat allemaal gedaan hebben, dan maken we een plan voor de dag. Ja. En het kan zijn dat dan toch nog de dokter in de middag nog een keer komt kijken of je al wat beter bent. Snap je dat helemaal? Ja. Goed. Hebben jullie nog vragen over een opname in het ziekenhuis? Nee. Nee? Is het helemaal duidelijk? Ja. Tot ziens. Tot ziens. Klop, klop. Nou, ik wilde jullie ook even vertellen wat ik doe in het ziekenhuis. Want jullie zien het al een beetje aan me. Mm-hmm. Ik heb geen witte broek aan en ik heb geen witte lange jas. En wat ik doe, is ik geef eigenlijk uitleg over hoe het is om in het ziekenhuis te zijn. En ik kan uitleg geven over als de dokter een onderzoek gaat doen. En ik kan er ook bij zijn om je een beetje af te leiden. En als je je nou heel erg verveelt, we hebben ook gewoon een bezoekuur. Dus er mag ook bezoek komen. We doen altijd wel een paar mensen, want anders wordt het veel te druk op je kamer. Ik doe ook de leuke dingen hier. Dus we hebben hier een speelkamer op de afdeling. En ik dacht, die ga ik jullie even laten zien. Dus loop maar met me mee. We moeten echt wel een stukje lopen, de gangen door. Maar dan ga ik eens even kijken waar de speelkamer is.
Nemo. Ja, dat heb ik ook. Dus even zoeken hoor. Nemo. We zijn niet hier. Bedankt voor ons kijken naar de Kidsvlog. En vergeet niet de andere vlog te kijken. Doei!